gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook hartelijk welkom voor allen die meeluisteren en meekijken via de livestream. En ook Wilmer Kwant, hartelijk welkom in deze dienst. Zuster Leni Molenaar is door de kerken benoemd als pastoraal medewerkster. Ze volgt daarbij zuster Nelleke Blok op. En vanmiddag zal ze worden ingewijd in deze functie. En ook de bloemen die gaan naar jou toe, Leni, vandaag. In de kerkraadsvergadering van aanstaande donderdag 7 december zal er vanaf 7:30 kerkvisitatie plaatsvinden. En ter inleiding op deze eredienst willen we eerst zingen lied 169, vers 1, 4 en 5. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. Laten wij stil worden voor God. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, de drie enige God. Gemeente, genade voor u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen van de aarde. Amen.
Er was mij geschreven dat wij slechts een organist, dat wij een organist zouden hebben en dat het daarbij zou blijven. Maar zie daar, blaasmuziek, strijkmuziek, allemaal. Het doet me denken aan 10,5 jaar geleden bijna, in de Kastjeskelder in Oosterhout. Daar is een kapel vlakbij en daar gingen wij als drie generaties gingen we naar de kerk, want we waren 40 jaar getrouwd en Mia en ik en, hadden daar een huisje gehuurd. En nou, in die dienst was ook blaas- en strijkmuziek vanuit Schravenmoer. Dat was ook wel de reden dat we daar naartoe gingen. Ja, nou ja, en dat is een beetje een herhaling, hè? Dus dat is mooi. Fijn dat jullie er zijn. Wij gaan zingen, wij gaan weer zingen. Psalm 27, vers 2, 5 en 7. Psalm 27, vers 2, 5 en 7. Thank you.
Laten wij samen bidden. Heere, zoudt u uw heerlijk aangezicht bedekken, zo wordt mijn leven leeg en zonder vriend. Zo zongen wij dat. Want als dat toch zou gebeuren, wat zou het dan donker en leeg zijn in ons leven? Maar zo bent u niet. U houdt uw gezicht naar ons gewend. Open. En wij mogen erin kijken. In uw vriendelijkheid, in uw verlangen om ons te omarmen als een vader zijn kind, om met ons op te trekken in ons leven. U hebt uw gezicht opengelegd toen u uw zoon in die voederstal, in die kribbe in Bethlehem liet leggen. Toen werd helemaal duidelijk wat u met ons beoogt. Een leven in licht, een leven in vergeving, een leven door uw geest, een dienend leven. Wij danken u dat u zo God bent en dat we dat mogen zingen en dat we het mogen weten. En we bidden u dat we het zo ook beleven, dat we niet op onszelf zijn, maar kind van u willen zijn. U hebt immers uw vaderhand naar ons uitgestrekt. En laat ons dat verlichten en vreugde mogen geven. Want stel je voor dat zelfs onze naasten er niet meer zijn en wegvallen. Vader en moeder, zongen we. Dan blijft u er toch nog steeds. Dag en nacht, jaar in, jaar uit. Wij danken u voor deze bijzondere dienst die we samen mogen beleven. Rond de inleiding, bevestiging van onze zuster Leni, molenaar, tot pastoraal medewerker. We danken u samen met Hans ook en met het gezin, dat ze zo Leni ook af willen staan voor de dienst in uw koninkrijk. Wij bidden u dat speciaal zij het een hele gezegende dienst mogen vinden en dat ook zo mogen beleven. Dat u woorden hebt om te trekken, vooruit te brengen, zodat ze zich daardoor ook gedragen weet in het werk dat ze mag gaan doen. Wij danken u voor onze zuster Nelleke Blok, die dat een tijd lang heeft gedaan en nu een stapje terug doet. En we danken u voor het werk dat zij mocht doen en de zegen die ze daarin mocht verspreiden. Uw naam prijzen wij daarin. Wij danken u dat onze broeder, kerkraadslid Ad Molenaar, samen met Astrid, er weer kan zijn na het ongeluk wat hem overkwam. Wij zeggen dan, het liep nog redelijk goed af, maar het komt toch ook wel lelijk aan. En het kost weken om daar weer uit te komen. Maar hij mag ook hier in de kerk zijn, om deze dingen mee te maken. En daarin prijzen wij uw naam. Wij gaan, Heere God, eerst luisteren naar uw eigen stem en naar uw eigen woorden. Zegent u de lezing van uw woord, zegent u de verkondiging daaruit en laat het ons mogen treffen en mogen raken. En geef ons een hele fijne gezegende dienst. Wij danken u voor iedereen die er de schouders onder zet in de voorbereidingen, in de uitvoering, ook onze muzikale begeleiding, wat genieten we daarvan. Ook dat zijn gaven die in uw gemeente worden gegeven door u. En ook daarin danken wij u. Geef uw geest in ons midden. We bidden het in de vergeving van onze zonden, in Jezus' naam. Amen. Wij lezen Psalm 100. Psalm 100. En wij zingen dan gezang 473, vers 1, 2, 5 en 10. Gezang 473, vers 1, 2, 5 en 10.
Psalm 100, een psalm voor het lof, voor het dankoffer. Juich de Heer toe, heel de aarde, dien de Heer met vreugde. Komt voor zijn aangezicht maar gejubel, maar dan moet ik eerst het blaadje omslaan. Dat is lastig. Kom tot hem met jubelzang. Erken het, de Heer is God. Hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe. Zijn volk zijn wij, de kudde die hij wijdt. Kom zijn poorten binnen met een loflied. Hef in zijn voorhoven een lofzang aan. Breng hem hulde, prijs zijn naam. De Heer is goed, zijn liefde duurt voor eeuwig. Zijn trouw is van geslacht op geslacht. Tot zover het woord van God. Zalig wie dat woord hoort en het bewaart. De tekst voor de verkondiging in deze bijzondere dienst is uit Psalm 100, vers 2a. Psalm 100, vers 2, daar staat: dien de Heer met vreugde. En we gaan na de verkondiging Psalm 100 zingen. Nou staat daar in vers 3 dat rare woordje gebenedijd. Gebenedijd zijn grote naam. Ik heb het altijd zo raar gevonden. Ja, zo'n vertaling uit 1968. En dan toch nog dat woord gebenedijd. Nou, als u het mooi vindt, zingt u dat. Want ja, het staat er, hè. Maar ik zing geprezen zij. En als u dat ook mooi vindt, dan zingt u dat. Ja, het is toch net wat gewoner. Ja, dus ik ben nog graag een beetje gewoon. Goed. Psalm 100. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, vanmiddag staan wij rond de bevestiging van Leni straks stil bij de manier waarop we in de gemeente zijn en waarop we onze gaven in de gemeente geven. Want zo is dat toch, hè? Je komt in de gemeente om persoonlijk gevoed te worden, om de weg van het heil te vinden voor jezelf, maar ook voor anderen. Maar je komt ook om te kijken wat voor gaven heb ik waarmee ik de gemeente kan dienen. Daar heb je het woord. Waarop ik de gemeente kan dienen.
Want dat is altijd zo. Of je nou muziek maakt, of je nou lid bent van de kerkraad, of je een pastorale medewerker wordt, of je nou koster bent, of je nou dominee bent. Je komt om te dienen. En je bent geroepen om te dienen. Dien de Heer met blijdschap. Dien de Heer met vreugde, zingt Psalm 100. Je staat dus nooit de lakens uit te delen. Je staat nooit erbij zo van, kijk mij het nou eens goed doen. Je staat nooit van, ik zal die ander wel eens leren hoe het moet. Nee, je blijft klein. Dienen, dat is onder de ander staan. Als je het een beetje op wil schilderen, onder de ander staan. En ja, de schouders eronder zetten. En op die manier je gaven in het koninkrijk van God uitleven, om zo te zeggen. Nou, is het denk ik wel zo, gemeente, dat, ja, wij horen dat woord zo vaak, hè, dienen. Dat het ons zou kunnen ontgaan dat het eigenlijk een heel beroerd woord is. Ik weet niet, ja, voor sommigen weet ik het wel, of u zelfstandig bent of in een dienstverband. Er zijn nog wel eens mensen die in een dienstverband zijn. Ja, dan heb je natuurlijk altijd een manager boven je, of een directeur, een leidinggevende, of hoe dan ook maar. Hè. En dan denken ze, ik zou wel ZZP'er willen zijn. En er zijn ook wel mensen, hè, die vanuit een dienstverband ZZP'er worden. In de zorg. Dan heeft dat ook te maken natuurlijk met de toenemende druk op het werk. Nou, daar kun je natuurlijk alles bij voorstellen. Misschien is deze of geen van u, van jullie ook wel op die manier aan het werk. Nou, dat kan echt wel zwaar wezen. Nou, als ik nou ZZP'er ben, dan heb ik al dat gezeur niet meer met al die formulieren. En dan ben ik eigen baas. Dan kan ik zelf mijn uren regelen. Ja, dat is wel mooi makkelijk, hè? Ja, in de praktijk valt dat ZZP'ers natuurlijk ook nog wel weer eens tegen. Want je moet natuurlijk ook alles regelen wat je werkgever voor je regelt, hè? Daar kom je dan ook nog weer een keer achter. Je ziektekosten en je pensioenvoorziening en zo. Dus dat moet je ook allemaal weer niet vergeten. Maar goed, eigen baas. Dat is het mooiste. Maar in het Koninkrijk van God, gemeente, ben je nooit eigen baas. Je staat altijd onder de grote baas, als u begrijpt wat ik bedoel. En je staat ook onder de anderen in de gemeente. Je staat eigenlijk op gelijk niveau, maar in je taken dien je. Maak je je kleiner, om zo te zeggen. En als ik het nog een beetje scherper invul, dat woord dienen, ik zei het al, dat is eigenlijk nog een beetje een te mooi woord, want het komt eigenlijk uit de slaaf. Doe ik dat? Oh, nou ja, dat doet een ander het. Goed. Het komt eigenlijk uit de slavendienst, hè? De slavendienst. Nou, we hebben de afschaffing van de slavernij hebben we herdacht. En er zijn ook vanwege de regering en door de koning erkenningen gedaan van het onrecht dat mensen daar is aangedaan. En ja, dan hoor je ook wel eens die vergelijking met die slavernij in het Oude Testament, hè? En dan hoor je ook nog wel eens van, ja, maar die slavernij zag er toch wat minder erg uit dan die slavernij in Suriname en zo. Nou, die discussie ga ik maar niet aan. Maar wel wil ik dan toch even met jullie terug naar Egypte. Vanmorgen in de gemeente waar ik was, een mooie Zeeuwse gemeente, daar las ik de 10 woorden nog weer eens uit nummer 5. En dan staat daar, je zult gedenken dat je slaaf bent geweest in het land Egypte. En dat de Heer, jullie God, je heeft uitgeleid met een sterke hand en met een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer, jullie God, je geboden de rustdag, de Sabbat, te houden. Het slavenhuis van Egypte. Nou, gemeente, daar was het niet zo gezellig, hè? Dat viel in het begin inderdaad allemaal nog wel mee als je zo Exodus 1 leest. Maar gaandeweg, naarmate Jozef wat meer uit het gezichtsveld was en naarmate hij vergeten ging worden, werd de druk op dat volk groter en groter door die koning van Egypte. En zo zelfs als ze op een uitschreeuwde van ellende tot hun God van,
God, we zitten in de knel, wat moeten we nou? Dat is een slaaf. Die wordt gebruikt. Hij mag er wezen om te werken, om slavenarbeid te verrichten. En verder moet hij het wel bekijken. Dat is niet leuk. Nou, dan ga je om huilen. Dat weten die Israëlieten nog. Dus om God, help ons eruit. En toen gebeurde dat, hè? Dat de Heere God overkwam in die persoon van Mozes. En dat Mozes die opdracht kreeg om dat volk Israël uit Egypte te leiden. En ja, dan gingen ze door de Schelfzee. Het ging nog bijna mis, hè? Daar kwam die farao ze toch nog weer achteraan. Maar toen de Israëlieten door dat pad in die Schelfzee waren gegaan, toen sloten de wateren zich en bedolven de farao met heel zijn volk en de paarden en wagens die ze bereden. Natuurlijk ook afschuwelijk, hè? Als je dat zo even op je inlaat wegje. Vrij. Eindelijk vrij. Nou ja, dat liep dan ook allemaal niet lekker, in die 40 jaar in de woestijn. Maar vrij waren ze. En ze kwamen in een vrij land. En dan toch wordt daar bij de tempel gezongen, hè? Bij het dankoffer, bij het lofoffer, dus in de dienst in de tempel. Dien de Heer met vreugde. Wees slaaf met vreugde. Ja, ik ben nog net vrijgemaakt. Twee woorden, hè? Vrijgemaakt. Ja, geen vergissingen. Ja. Nou, ben je net vrij en dan zullen we ons weer laten binden. En nog met vreugde ook. Wees er blij om dat je God mag dienen, dat je slaaf van hem mag zijn, want hij is het waard. Nou, is dat in die zin natuurlijk al wel anders gemeente gelukkig dan met die farao, want die farao daar in Egypte, ja, die knelde alleen maar, hè, en die knelde af. En die maakte je stuk. En die probeerde dat volk te vernietigen. Dat is een slavernij, nou, daar wil je onderuit. Hier is sprake van een dienen, van een slavernij, van degene die jou heeft bevrijd. En dat maakt het toch al anders, hè? Want iemand die jou heeft bevrijd, die je uit de knel heeft gehaald, ja, daar kijk je natuurlijk wel tegenaan, zo van, ja, ik ben u wel wat schuldig. Als u mij zo in de ruimte hebt gezet, dan wil ik daar, wat mij betreft, ook mijzelf aan wijden. Ik wil daar wat tegenover zetten, om zo te zeggen. En dat voelt dan natuurlijk anders dan die slavernij in Egypte. Het wordt nog anders, gemeente, als we deze psalm 100 dus even in het Nieuwe Testament zetten. We willen natuurlijk altijd terechtkomen in het Nieuwe Testament. Want wie is nou die Heer waarvan die psalmist zegt, dien hem, wees slaaf van hem met vreugde? Nou, daar kom je achter als je even een vers verderop leest. Want dan staat daar, de Heer is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volkswet, de kudde die hij wijdt. Zo wordt de gemeente van de Heere God getypeerd, de kudde die hij wijdt. Hij is de herder, wij zijn de schapen. Dan kom je in een wat ander beeld, maar dat maakt het toch wel helder als het gaat toch weer om dat dienen, strakjes zo. Want de Heere God is de herder, maar we zouden het even in het Nieuwe Testament zetten, dan beluisteren we daar de woorden van Johannes in, hè? Die van de Heer Jezus optekent, ik ben de goede herder. En ik ken de schapen, en de schapen zijn van mij, en ik zoek de schapen op en ik breng ze naar de stal. De goede herder. Dat is de Heer Jezus. Wij zijn de schapen. En we worden dringend verzocht geen onwillige schapen te zijn, maar gewillige schapen in zijn dienst. Maar als ik even, gemeente, met jullie naar die herder kijk, dan is die herder, de Heer Jezus, ook dienend, hè? Hij is niet gekomen om te heersen, maar om zijn leven te geven als een losprijs voor velen, zegt Matthäus.
En Johannes, daar heb je weer Johannes, die tekent op bij die paasmaaltijd. Ik ben jullie aller dienaar. Ja, dan gaat Jezus de voeten wassen en dan zegt hij, ja, dat gaat niet gebeuren. Hè? U bent onze meester. Ja, ik ben jullie meester, maar ik ben ook jullie dienaar, ik ben jullie slaaf. Ik wil onder jullie staan. Ik wil jullie opbeuren. Zo ben ik gekomen en zo wil ik ook zijn, dat wil ik ook tonen. Dus ik zei net van, de Heere God is het waard dat wij hem dienen, dat we zijn slaaf zijn, omdat hij de bevrijder is. Maar dan mag je het nog concreter invullen, die bevrijding is door de Heere Jezus gekomen, zo is hij op aarde gekomen, Advent, hè? Straks is kerst. En ook hij dient. Nou, dat zijn gemeenten, dat zijn toch heerlijke dingen. En als je dat ook gaat beleven, als dat in je hart leeft, dan wil je ook geen ZZP'er zijn in het koninkrijk, hè? Lijkt mij zo. Heere God, staat u maar boven mij. En zegt u nou maar wat uw wil is met mij en wat u verwacht van mij. En laat mij dan maar onder u blijven. Echt onder u blijven. En klein blijven. En wat u mij dan te doen geeft, ja, dat komt wel op mijn pad. Ja, zo is het met jou ook gegaan, hè. Of dan word je gevraagd, of je laat er zelf wat vallen. Maar de kerkraad vraagt je. Het komt op je pad. En dan is dat ook de stem van die goede herder. Je op die manier wil dat je een klein onderherdersje wordt, een klein onderherderinnetje wordt, om zo te zeggen. Onder, hè. Je blijft klein. In dienst van die grote herder. In dienst van die bevrijdende God. Met vreugde. Nou, dat wensen we jou, Leni, natuurlijk allemaal toe. Hè? Dat als je straks je bezoeken gaat doen, dat je dat met vreugde doet. Omdat je bij de mensen komt en omdat je gesprekken voert en daar ook een heleboel dingen hoort waarschijnlijk. Hè? Want luisteren en dan praten. En het is kostbaar als mensen je dingen vertellen. Ja, dan ben je blij. Dan kom je ook blij thuis. En dan heb je het goed, hè? Om zo te zeggen. Ja. Maar... dat zullen anderen ook weten. Het is niet altijd een lolletje. Dienen in het koninkrijk van God, dat is ook wel eens bijten. En doorbijten. En er kunnen soms dingen zijn waardoor je denkt van ja, ik heb er eigenlijk ook helemaal geen zin in. Het is ook niet altijd gemakkelijk. De zon schijnt ook niet altijd. Maar al zou het dan zijn dat je geen vreugde vindt, geen blijdschap vindt in de contacten met de medegemeenteleden. Nou, dat hoop ik natuurlijk niet, hè? Maar stel, dan nog, als je eens even moet bijten, zal die vreugde blijven. Zij het niet in de gemeenteleden die je dient, maar in de Heer die je dient. En in de Heer Jezus die je dient. Want hij heeft zoveel voor ons overgehad. Zo ontzaglijk veel. Dat is niet te beschrijven. En zo zullen wij hem eeuwig dankbaar zijn. Ons hele leven lang. Ook als omstandigheden het misschien donker maken, het vuur blijft branden. De vreugde blijft. Want hij heeft naar ons omgezien. Wij in de nacht verdwaalden. Hoe zou het ons vergaan indien hij ons niet achterhaalde, zonder wie? Ja, hoe zou het ons vergaan? Moet je niet aan denken. Maar hij heeft naar ons omgezien. Opdat, zo zongen we, wij hem dienen mogen. Laten we dat doen. Jij op jouw plekje, kerkraad op jullie plekje, u en jij op je eigen plekje. En zo bouwen we de gemeente. Onder die grote bouwmeester, de Heer Jezus Christus zelf. En dat is goed. En dat is fijn. Altijd weer opnieuw. Amen.
Waarop Leni bevestigd zou worden als pastoraal medewerker. Zij wilde graag in deze dienst een lied laten zingen wat haar na aan het hart ligt. En dat is op toonhoogte 190. En dat gaan wij eerst zingen. Op toonhoogte 190.
Voor de inleiding of de bevestiging tot een bijzondere taak, een bijzondere dienst in de gemeente, hebben de kerken een formulier vastgesteld waarin ook Bijbelse gegevens daarover staan. We hebben dat natuurlijk ook al in de preek gehoord, maar het is goed om die dingen ook nog samen te lezen. En dat ga ik nou dus eerst met jullie doen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de kerkraad heeft bekendgemaakt dat hij onze zuster Leni Molenaar een bijzondere dienst in onze gemeente toevertrouwt. Haar taak betreft het bijstaan in het pastoraat in de gemeente, pastoraal medewerker zijn. En we zullen haar nu in de naam van onze goede God inleiden tot deze dienst. In de Bijbel lezen we dat alle gelovigen de roeping hebben om met hun gaven het lichaam van Christus te dienen, terwijl de ambtsdragers als dienaren zijn aangesteld om leiding te geven aan het geheel van de gemeente. Naar het getuigenis van het Nieuwe Testament hebben velen, zowel mannen als vrouwen, zich met woord en daad ingezet voor de verbreiding van het evangelie en voor de opbouw van de kerk van onze Heer Jezus Christus, zonder hiertoe speciaal als ambtsdrager geroepen en bevestigd te zijn. Hun arbeid in het Koninkrijk van God wordt van grote betekenis geacht en hun namen worden in de Bijbel met waardering genoemd. En zo zullen dus ook naast de kerkraadsleden anderen ingeleid, bevestigd worden in hun dienst. Hoewel veel gemeenteleden hun gaven spontaan, zonder aparte opdracht of aanstelling, gebruiken tot eer van God en tot heil van de naaste, is het goed dat een broeder of zuster, nu een zuster, die tot een specifieke taak wordt geroepen, ook in het midden van de gemeente in haar dienst wordt bevestigd. Zij die deze taak aanvaarden, hebben hun opdracht in ootmoed en in nederigheid, dan vind je dat dienen weer terug, in nederigheid te volbrengen, ziende op hem die gekomen is om te dienen en die in de voetwassing ons hiervan een voorbeeld heeft gegeven. Ze zullen zich, evenals de kerkraadsleden en de andere leden van de gemeente, laten leiden door het woord van onze Heer Jezus Christus, die zegt in Matteüs 5, zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Daarbij zullen ze het woord van de Bijbel in gedachten houden, dat zegt, laat ieder van u de gave die hij of zij van God gekregen heeft gebruiken om anderen daarmee van dienst te zijn en te helpen, zoals het goede beheersers van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat het dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt voor eeuwig. Zo schrijft Petrus in 1 Petrus 4. Tot zover het formulier. Wij komen nu tot de vragen en antwoorden voor Leni. Nu u, jij, zuster Leni Molenaar, gereed staat om je taak als pastoraal medewerker op je te nemen, verzoek ik je om antwoord te geven op de volgende twee vragen. De eerste vraag, beloof je uit liefde tot Christus en zijn gemeente de dienst die je nu wordt toevertrouwd, trouw en toegewijd te zullen uitoefenen, overeenkomstig de door de kerkraad vastgestelde instructie, als die er is. Beloof je bij de uitoefening van je dienst de vereiste geheimhouding te betrachten ten aanzien wat vertrouwelijk te jouw kennis wordt gebracht? Wat is daarop je antwoord? Ja. Dan gaan wij je toezingen, en dat doen wij staande, uit Psalm 90, vers 8. En ik verzoek de kerkraadsleden die wat verspreid in de kerk zitten, om dan daarbij te gaan staan. Thank you.
God, onze hemelse Vader, maak je door zijn Heilige Geest bekwaam tot het volbrengen van de dienst die je wordt toevertrouwd, zodat je arbeid mag dienen tot verheerlijking van zijn naam, tot opbouw van zijn gemeente en tot uitbreiding van het rijk van zijn Zoon, Jezus Christus. Amen. Broeders, kerkraadsleden, willen jullie beloven dat je Leni Molenaar met meeleven en voorbeelden zult ontbrengen en dat je haar naar vermogen waar nodig met raad en daad bij zult staan? Wat is daarop jullie antwoord? Ja. En gemeente, willen jullie onze zuster Leni Molenaar ontvangen in de dienst die haar is toevertrouwd? En willen ook jullie haar omringen met jullie steun en gebed? Was er iets daarop jullie antwoord? Ja. God zegende jullie allemaal. Wij gaan samen danken en bidden. Heere God, grote God, Heere Jezus, grote Jezus, dienaar, herder van uw gemeente. Het zijn altijd ontroerende momenten, zoals we vanmiddag samen meemaken. Er klinken woorden van u, er klinken woorden van een mensenkind, er klinken woorden van een kerkraad, van een gemeente, en ze worden allemaal samengevoegd in dit toch heilige moment. Wij danken u voor wat u ons geeft. En wij bidden u dat alle arbeid in de gemeente, ook die van Leni nu, mag bijdragen tot de komst van uw rijk. Tot steun voor gemeenteleden die bezocht worden en die hulp nodig hebben. En dat ze ervan op mogen knappen en bij mogen komen. Daartoe geeft het ook uw gaven. Wij danken u dat wij samen gemeente mogen zijn en dat we zo samengevoegd ook iets van uw heerlijkheid mogen vertonen. Wilt u ons steeds volmaken met uw Heilige Geest, opdat uw koninkrijk voortspint hier onder ons in Schavemoer, in de gemeente hier, in andere gemeenten en in heel deze wereld, totdat uw rijk Heere Jezus Christus in volmaaktheid is gekomen. U hebt het zelf gezegd. Ik kom eraan. Ik ben bezig te komen. En we bidden, amen, kom Heere Jezus. Hoor onze gebeden in de naam van Hem die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij gaan onze gaven geven, nadat de diaken daarop een toelichting heeft gegeven. En dan gaan we rond de geloofsbelijdenis uit gezang 127 zingen. Voor de geloofsbelijdenis vers 1 en daarna vers 7. We zijn vandaag bij twee collectes. De eerste collecte is voor de kerk. Tweede voor de zending. Niemand van ons kan zonder Gods liefde en genade. Daarom is het verlangen dat iedereen in aanraking komt met het evangelie. Daarin horen we Gods hart dat van bewegende mensen de kerken zijn geroepen om erop uit te gaan. Om zijn liefde in woord en daad te delen. En om discipelen te maken voor hen, voor Jezus. Samen met kerken wereldwijd spannen we ons in om mensen een gemeenschap te bieden waar ze welkom zijn. Kunnen groeien in geloof en geholpen worden om werkelijk mens te zijn. Het evangelie wordt overgebracht door middel van bijeenkomsten, radio, tv, verspreiden door folders, bijbels en andere middelen. En ook als je nog meer wilt weten over de zending, dan kunt u altijd op de site kijken van de CGK onder het veldje of de diakonie
onder het veldje van de zending. Is er ook nog een tekst bij van het Matteüs 28, vers 18-20. Dat is eigenlijk weer het zendingsbevel. Jezus kwam op hen toe en zei: mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dan dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooi van deze wereld. Om dan alles voortgang te kunnen laten gaan, bevelen wij deze collecte van harte bij u aan. Laten wij samen ons geloof belijden. Aldus, ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere, Jezus Christus, enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader en door wie alle dingen geworden zijn. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en die vlees is geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria, die een mens is geworden. Die ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, die geleden heeft en die begraven is. Die op de derde dag is opgestaan naar de schriften. Die is opgevaren naar de hemel. En die zit aan de rechterhand van de Vader. En die zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Die Heere is en levend maakt. Die uitgaat van de Vader en van de Zoon. Die samen met de Vader en de Zoon aanbeten en verheerlijkt wordt en die gesproken heeft door de profeten.
En ik geloof één heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Ga nu heen in vrede en ontvang daartoe Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.